Ons wegennet in Nederland is enorm. Overal ligt asfalt. Hoe waanzinnig zou het zijn als je voor dat asfalt gerecycled materiaal zou kunnen gebruiken? Welnu, het Asfalt Kenniscentrum heeft de Rubber Pave ontwikkeld. En wie brengt het op de markt? Versluis. Hoe bent u op het idee van de Rubber Pave gekomen? Nou, in asfalt moeten wij asfalt hergebruiken. Ja, autobanden die rijden op asfalt, dus auto's horen bij asfalt. En van autobanden kun je beter asfalt maken als nieuwe autobanden. Hoeveel autobanden gaan er in hoeveel asfalt? Nou, in elke vierkante meter asfalt zit minimaal de hoeveelheid rubber van één gerecyclede autoband. Dus als je inderdaad het hele wegennet vol zou leggen, dan hebben we het hele rubberprobleem van autobanden opgelost in Nederland. Eén autoband per vierkante meter. Ja. Dat is aardig wat werk voor de boeg. Ja, er ligt een gigantische markt voor ons. En niet alleen het product is goed, maar het is ook gewoon duurzaam en het is gewoon de toekomst. Absoluut. Zo moet het gewoon. Absoluut. Ja. Rubber Pave door heel Nederland.